Onder het toeziend oog van zo'n 2000 toeschouwers speelde Jong Heerenveen de uitwedstrijd tegen Jong Cambuur Leeuwarden. Tijdens de kleine editie van de Friese Derby verdedigt Heerenveen de eerste plek in pool A van de reservecompetitie. En Jong Heerenveen gaat fel van start in deze wedstrijd. Hier is het Joris Voest, vandaag als linksback spelend. Zijn voorzet belandt bijna in de goal. Bij Heerenveen speelde Janne Kavlan vandaag centraal in de verdediging. Voest op flap. Amin. Prima combinatie van Jong Heerenveen. Slagveer op schoop. Voorzet schoop op flap. Maar die mist net precisie. En zo blijft het bij 0-0. Dan de thuisploeg. Met Constantia. Dreigt naar binnen, gaat naar buiten. Constantia. Maar goed verdedigd door Kavlan. De voorgaande twee duels werden beide met 6-0 gewonnen door Jong Heerenveen. Maar de talenten van Johnny Jansen hebben het vanavond een stuk lastiger. Al krijgt het hier wel weer een mogelijkheid met flap. Op slagveer ziet Revan Amin in het midden, maar de bal is net te hard. Namli dan. Met de voorzet. Ook daar reageert Zijstra weer alert. En zo komt Jong Heerenveen maar moeilijk tot echte kansen. Dat geldt overigens ook voor de thuisploeg, die we tot dan nog maar weinig voor de goal hebben gezien. De bal wordt hier verlengd door Torsby op flap. Die ziet de doelman wat te ver voor de goal. Mooie poging. Maar de schot van Michel Flap mist net wat precisie. Dan deze vrije trap met Namli achter de bal. Maar ook hij weet het net nog niet te vinden. En zo gaan we rusten met 0-0. En zien we dat Cambuur beter uit de startblokken komt in die tweede helft. Constantia met een schotje. Maar deze bal rolt eenvoudig in de handen van Jan Bekkema. Vrije trap voor Cambuur door Gino Bos. Maar ook hier is Bekkema de baas. En zo dringt de thuisclub dus wel aan. Maar wordt het niet heel erg gevaarlijk. Het moet het vooral van dit soort afstandsschoten hebben. Wederom is het Bos die op Bekkema staat. En in de rebound staat Schilder buitenspel. We zijn dan bijna een uur onderweg als Michel Flap hier vanaf links komt. Hij snijdt naar binnen toe. Maar mikt net te hoog op de lat. En zo is Jong Heerenveen ineens dichtbij. Dan de thuisploeg. Maar wederom een bal op de vuisten van Bekkema. Ziet ook Reza Goganiat, die in het verleden ook nog voor de ploeg uit Leeuwarden speelde. Slagveer. Op Hoornkamp. Maar zijn schot is te wild. Flap. Op Hoornkamp. Die heeft iets moois in gedachten. Maar kan de omhaal dan niet goed drukken. En zo begint de tijd te dringen voor Jong Heerenveen dat de koppositie wil behouden in die reservecompetitie. Klaver levert hier zomaar in met een ingooi. En dus kan Torsby hier Michel Flap wegsturen. Flap alleen op de goal af. Kan hij de 0-1 maken, gaat naar de grond en het is een penalty. Omar El Blaat haakt Michel Flap. De scheidsrechter wijst resoluut naar de stip. En dus krijgt Jong Heerenveen zo vlak voor tijd de ideale mogelijkheid om op 0-1 te komen. Janne Kavlan achter de bal. En hij faalt niet. Jong Heerenveen op 0-1 in Leeuwarden. En dat wordt gevierd. Veel overtuiging in die strafschop van Kavlan. En dus lijkt Jong Heerenveen zo de zege te gaan pakken. Of kan Cambuur dan nog terugkomen in de wedstrijd? Hier een hachelijk moment voor de goal van Bekkema. Die mist het. Maar de bal kan uiteindelijk weggewerkt worden. En dus komt Jong Heerenveen nog een keer goed weg. En kan het zelfs nog de 0-2 maken als Torsby hier sterk is. Een goede voorzet heeft en Luciano slagveer vindt. En hij maakt het af. Jong Heerenveen wint met 0-2 in Leeuwarden. Het was geen goede wedstrijd, maar de overwinning is wel dik verdiend. En zo blijft Jong Heerenveen koploper met 12 punten uit 5 wedstrijden. Nummer 2 Feyenoord volgt op 2 punten. En deze man, Janne Kavlan, is man of the match. Want hij benutte die belangrijke penalty. Was het een penalty? Moeilijk. Ik kan hem niet geven, maar je kan hem ook wel weer geven. Dus. Maar ja, uiteindelijk valt hij wel valt hij goed. En dan moet je hem ook afmaken. Jij dacht gelijk al, ik ga hem nemen? Nee, Luciano Slagveer staat eigenlijk nummer 1. Maar hij gunde me deze penalty, dus hierbij bedank ik Luis die daar staat.